Jongens en meisjes, zet je dat over. En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Ik zit hier bij drie hele leuke meisjes en die gaan dadelijk in de dans voor ze opvuren. Stel ik eens even voor. Ik ben Patricia. Patricia, en du? Sharon. En du? Ik ben Daphne. Leuk, en wie zijn er zo op de dansen gekomen? Ja, nu waren eerst een vriendinnetje van mij op dansen en daarna ben ik er ook op gegaan. Oh, leuk, en ben je er ook al lang op? Ja, ik ben er ook wat langer op, ja. En jij? Ik dans hier al bijna 4 jaar. Nou, dat is wel heel erg lang. En waar zit je er op school? Ik zit op de Titus Brandsma. Oh, Titus Brandsma. Is dat hier in Brunsum? Ja. Oh. En du? Ik zit op het Broekland College in Hoensbroek. Oh, en dat in ieder geval is wel goed. En du? Ik zit op het Rombout College hier in Brunsum. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar dadelijk. En ik heb er al zin in. Ik sta hier bij de dansjuf Bibi en bij de dansmeester Kevin. En ik vroeg me af, wie is het eigenlijk gekomen dat ze zo dansjuf is geworden? Ja, nou, ik dans zelf eigenlijk al bijna heel mijn leven, vanaf dat ik een jaar of 3, 4 was. Ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje uitgegroeid, ja. En nou ben ik zelf een beetje met een groepje begonnen, ja, dat werd eigenlijk steeds groter. En heb je altijd een leuke groep? Of, Ja, die meiden die zijn echt, en die jongens trouwens ook, die zijn echt geweldig. Die doen altijd superleuk mee, ja. En natuurlijk wat lachen kan niet kwaad. En dat gaat hier wel heel goed. Dus jullie hebben naast het dansen ook superveel plezier? Ja, ja, absoluut, absoluut. Echt een heleboel. En hoe is dat bij jou gegaan? Wie kunst dat ze zo is, dansmeester best geworden? Nou, ik was zelf ook al heel veel met dansen bezig. En, ja, ik zit namelijk ook in Chips. Dus vandaag dat iedereen denk ik wel een beetje... Ik denk al, waar ken ik die toch van? Ja, dus vandaar ben ik ook heel erg veel bezig met dansen. En ik probeer eigenlijk alle jeugd en alle kids en iedereen eigenlijk een beetje dansen bij te leren. En lekker te bewegen op muziek. Ja. Maar krijg je dat dan wel gecombineerd met Chips en ook nog een dansles geven? Ik probeer het heel veel. Maar het is ook heel vaak dat ik met Chips heel vaak ook weg ben en zo. En dat vind ik wel heel erg jammer. Maar Chips is ook heel, heel, heel leuk. Ja, dat denk ik. Ik vind het ook superleuk. En dan wil ik dadelijk wel een handtekening van jou, hè? Krijg je van mij. Ja, gelukkig. Let's go. Ja, wie zijn er eigenlijk bij je gekomen bij je, om te gaan dansen? Ik vond het vroeger altijd heel leuk om te dansen. En toen had ik gehoord dat bij studiële, want dat je dadelijk ook dansen kon, en ben ik bij studiële rond gekomen. En hoe lang ben je nou hier? Ongeveer 7 jaar. Nou, dat is al een hele tijd. En nog steeds even enthousiast als in het begin? Ja, meer. Ja, dan wordt dat altijd erger. Leuk. En jij? Ja, ik dans ook al ongeveer 7 jaar. En ja, het is nog steeds leuk natuurlijk. En ja, ook steeds meer optredens en zo. Steeds meer uitdagingen en zo. Dus blijf ook altijd leuk. Ja. En hoe vaak hebben jullie dan zo'n optreden? 1 keer per week of vaker? Ja, dat verschilt wel. Meestal in de zomer zijn er meer optredens en zo.
En ja, de ene keer hebben we wel 2 optredens per week en de andere keer weer een tijdje niks. Dus dat verschilt. En hoe vaak trainen jullie per week? 4 keer. En ik zie dat jullie ook afspraken hebben over kleding en zo. Overleggen jullie dat samen of hoe gaat dat? Ja, er wordt meestal wordt er kleding uitgezocht. En ja, dan bekijken we gewoon samen ook wat we leuks vinden om dan aan te doen op dat moment. Nou, super, want jullie zien er super flitsend uit. Hé, hey, dan werd het toch fantastisch gedanst, of niet? Ja, echt heel schön. Ja, dat dacht ik. En wat vond Sticht ervan? Ook heel schön. Ja, Jeppe, en wat vond Sticht ervan? Ik vond het super, ik vond het vet en ik vond het ook heel schön. Maar ik denk dat ik ook bij het streetdance gewoon merel. Ik denk dat Sticht ook eigenlijk bij moest gewoon. Ja, ik vind het heel erg leuk. Maar bij dicht snap ik er niks van. Het was toch veel te korte bankjes? Ja, ja, maar ik ken wel streetdansen. Maar helaas, pindakaas, we zijn alweer aan het einde van de uitzending gekomen. Ja, hartstikke jammer. Vond je het een beetje leuk in de studio? Ja. Ja, en dat ook? Ja, heel zin. Nou, gelukkig zeg. Hé, hey, dan gaan we afsluiten. Zullen we samen aftellen, Jippe? Ja, dat doen we met z'n vieren. Oh, oké. Okay. Let op. 1, 2, 3... De kinderkom is verdwenen.